Het Sportimonium is een uniek museum in België. Er is geen ander sportmuseum. En je ziet hier souvenirs uit ons sportverleden. We proberen het heel breed te houden. Het gaat hier niet alleen over tennis, voetbal en wielrennen. De sporten die we heel vaak op televisie zien. We kijken het heel ruim. We hebben hier prachtige affiches van onze eerste sporthelden. En onze eerste sporthelden, dat waren worstelaars of dat waren boksers. Een van onze boegbeelden is Alfons Steurs, de spieren van de stad in Antwerpen genoemd. Maar natuurlijk ook zal je hier de fiets van Poeske Scherens, dat is dan al wat later, terugvinden. De schoenen van Kim Gevaert, de handschoenen van Jean-Marie Pfaff, die mag ik natuurlijk niet vergeten. Ach, het zijn er zoveel. Maar een collectie is veel meer dan wat het publiek in het museum kan zien. Laat ons zeggen dat wij 80-85% van de collectie niet laten zien. Dus eigenlijk de mooie stukken, de belangrijke stukken, die zijn er wel. En voor de rest, de objecten, de vlaggen en de bekers en weet ik wat allemaal, die zitten dan in het depot. En nu hebben we dus echt het sluitstuk met een eigen depot, een splinternieuw gebouw. Dus waar we onze collectie zoals het hoort kunnen bewaren. Maar in ons geval willen we eigenlijk ook vooral die achterkant van een museum laten zien. Door het feit dat we daar een publieke ruimte aan gekoppeld hebben. Mensen kunnen na het bezoek aansluitend naar het depot gaan. Achter een groot raam, we hebben daar ook een paar touchscreens staan met uitleg over wat is erfgoed, hoe bewaren we dat, waarom bewaren we dat. En daar kunnen de mensen dan kennis mee maken. En terwijl zien ze al die duizenden voorwerpen daar staan. Waarom is dat de Max? Wel, dat is om verschillende redenen eigenlijk de Max. Zeg, dat gebouw op zich al is al relatief uniek. Enfin, er zijn niet veel musea die een dergelijk depot hebben en zeker niet een depot wat toegankelijk is voor het publiek. En daarnaast veel unieke stukken natuurlijk. Olympische medailles, noem maar op. Zo'n gouden medaille is meer dan enkel die gouden plak. Daar zit eigenlijk nog heel, heel veel achter, heel veel symboliek, heel veel waarde, heel veel betekenissen. Dus het is in mijn ogen veel meer dan enkel die medaille. Ja, dat zijn emoties, dat zijn herinneringen die terug tot leven komen. Eigenlijk simpelweg door gewoon bij ons in het depot binnen te stappen. Omdat iedereen zo bezig is met die sport, hebben wij al die prestaties, hebben wij dat zelf, hebben wij dat eigenlijk meegemaakt. Waren wij daar eigenlijk allemaal op een of andere manier zelf bij. Het is echt wel een uniek museum, niet alleen omwille van het depot, maar je kan ons sportverleden ook werkelijk herbeleven. We hebben hier een fantastische volkssporttuin met terreinen waar mensen, onze bezoekers, spelen en vermakelijkheden kunnen beoefenen die ze nergens nog terugvinden, waar alle mensen heel veel plezier beleven. En dan mogen we niet vergeten dat we hier ook op een prachtig domein zitten. Er is geen enkel museum in Vlaanderen dat zo'n mooie en zo'n grote tuin heeft als het Sportimonium. Je kan hier wandelen, je kan hier kuieren op het strand, je kan hier zonnebaden, je kan zwemmen, je kan bootje varen. Je kan hier gerust met heel de familie een hele leuke dag beleven.